Omdat wij een van de finalisten zijn van de Dutch Hotel Awards 2016, hebben wij een extra opdracht gekregen om een pop-up restaurant te organiseren. We hebben een jaren 50 Mad Men-stijl drukkerij georganiseerd hier voor de deur. Een activatie om te proberen vanavond het restaurant helemaal vol te krijgen, omdat we ook ongeveer een jaar open zijn. Vanavond de pop-up trok echt heel veel aandacht, veel reuring gecreëerd. Veel gasten kwamen er binnen, we hebben een beetje een hapje eerst geserveerd en daarna ontwikkeld met spek, geserveerd met yoghurt mint dressing. Ja, en de gasten die wilden naar binnen en kwamen binnen. De reacties van de gasten waren echt fantastisch goed, iedereen was super blij. Voor onszelf, voor het hele team, was dit echt een leuke challenge om te doen. En blij dat we het vol succes hebben afgesloten. Het restaurant zit volgens mij hartstikke vol. Er waren een aantal bloggers. Ik heb zelfs net een telefoontje gehad van Metro News. Die een interview met ons afgenomen heeft. En die gaan er hopelijk iets over posten. Dus reuring heeft het volgens mij zeker gecreëerd. We hebben drie gangen nu aangeprezen vandaag. De tafeltonijn met watermeloen als volgerecht. Daarna het lamsgerecht met asperges. En als dessert de barbe met karamel. Ik heb het menu echt aangeprezen. Nou, bijna iedereen heeft dat menu ook genomen. Dus het was echt wel te gek. Ik denk dat we wel voor succes mogen spreken vandaag. Dat was echt een gigantisch leuke opdracht om te doen. Leuke challenge. En dat we met zoveel succes hebben afgesloten. Dat is wel echt gek. Het is natuurlijk fantastisch om te zien dat je storytelling van het hotel aan de Amsterdammer kwijt kan. En dat we hiermee dus ons verhaal kunnen vertellen.